op de A1. Ontzettend grauw, regenachtig, mistig weer is het. En ik ben onderweg naar Amsterdam, naar SBS voor Hart van Nederland vanavond. Zowel de vroege uitzending als de late, want dat doen we natuurlijk altijd. En ik heb een hele drukke week en ik was zo aan het denken van wat staat me allemaal deze week te wachten? Waar moet ik me op voorbereiden? En ik kreeg het idee om daar iets leuk over te gaan vloggen. Ik heb geen idee of het interessant wordt om naar te kijken. Dat zal aan het einde van de week moeten blijken. Het wordt gewoon een soort experiment. Ik ga dan ook zelf monteren en kijken of ik er wat leuks van kan maken. En ik ben heel benieuwd. Maar dit is dus het begin. Gewoon maandag, dag 1. Grijs, grauw. Onderweg naar het nieuws. Dus keep you posted. Zo ziet het er dus uit, zeg maar, voor dat ik een uur lang in de visie zit. Nou, dan weten we dat ook meteen. En zo glamorous is het na de vroege uitzending. We staan hier gewoon in het hele kleine keukentje op de redactie onze prakjes op te warmen. Maar ik stond wel zelf te koken, hè, vanmorgen om 8 uur. Ik niet. Nou, ik heb net na het eten tussen de uitzendingen door eventjes een half uurtje hier gelegen. Dat zie je nog wel. We hebben altijd een dekentje, heerlijk lekker warm dekentje. Mocht je nou echt eventjes niet meer zien zitten, dan kan je altijd op deze heerlijke lange bank even een powernapje doen. Dus dat heb ik net gedaan. En het is al bijna tijd voor de late show van Hart. Dus ga maar eens even richting studio. Nog eventjes wat geluidssituaties inhangen. Hé, Ro? Ja hoor. Moet ook gebeuren. Moet ook gebeuren. Nou, het wordt anders een beetje ingewikkeld. En in dit geval ook een oortje. Want stel er gebeurt wat in de uitzending. Breaking news, of er verandert wat in de volgorde, dan moeten we dat natuurlijk kunnen horen. Dan gaat onze eindredacteur dat in ons oortje vertellen. Met zijn zachte, tedere stem. Nolt. Maar goed, vooralsnog, thanks man, dat was Ronald. Dus we gaan zo beginnen. Dinsdagochtend, tijd voor een fijne kickbox sessie en een beetje krachttraining erbij. Zo, nou, gisteren best wel heftig getraind natuurlijk, bokstraining gedaan en krachttraining. En ondertussen ben ik ook met Evin training aan het volgen om nou eens echt even goed die 10 kilometer te gaan lopen. En ik wist dat er van de volgende training 20 minuten was en dan in heel langzaam tempo. Dus kort en niet al te snel, nou daar ben ik heel goed in. En volgens Evin mag ik fier zijn op mezelf. Nou, dat ben ik dan dus maar ook. Zometeen naar Hart van Nederland. Nou, hier is Roy, onze eindredacteur van vandaag bij Hart van Nederland. Hij is alle verwerkers en verslaggevers aan het inlichten over wat we allemaal gaan doen in de late uitzending. Dus wel handig is als ik me even bij de groep voeg om later even voor te bereiden. Nou ben ik dus aan het vloggen deze week. Ja. En ik monteer dan in iMovie, maar ik weet nog niet helemaal precies hoe dat werkt. Zou je mij kunnen uitleggen hoe je een filmpje aan de achterkant korter kan maken? Oh, tuurlijk. Ja? Ik ga je helpen. Gaan we nu even proberen. Nou, weet ik weer iets meer van iMovie. Hartstikke leuk. Ondertussen ben ik echt heel erg druk geweest vandaag. Ik heb nog even iemand gecoacht, ook een uurtje. Heel erg leuk. Jong talent. We gaan het programma doen op Net 5 binnenkort. En nu ben ik dus bij Hart. Hi! Goedemiddag al tezamen. Ja. Nou, ze is aan het vloggen hoor. Allemaal even zwaaien naar de kijkers. Zwaar krijgen, want gaat het goed daar? Nee, wie je nu horen, dat is Lerna, de autocue, daar in het donker. Een drukke spits verwacht, dat ons wel morgen die dag binnentrekt. Start mee. Nou, toch nog even naar Amsterdam vanavond. Het is 8:30 geweest. En Selma van Dijk is ziek. Dat is natuurlijk super zielig. Dus beterschap van Dijk. Dus ik ben nu onderweg naar Amsterdam om samen met Mirella om 10:30 Hart van Nederland te presenteren. Dus ik mag opschieten. Gelukkig is de spits voorbij. Dat is dan wel weer een voordeel. Maar wat een bagger weer. Anyway, ik ben onderweg. Tot zo! Ik rij nu op de A1 eigenlijk een hele andere kant op dan waar ik normaal gesproken rijd. Ik ben nu namelijk op weg naar het Gelderse Loenen. Dus niet Loenen aan de Vecht, dat zou namelijk veel te dichtbij zijn voor mij.
Want daar wordt namelijk een Lehman landhuis gebouwd. Dat is natuurlijk een ontzettend bijzonder project voor bouw je eigen droomhuis. Dus daar hebben we vanmiddag opnames voor. Het heeft gesneeuwd vannacht. Dus het ziet er prachtig uit. Ik denk ook als ik daar, en nu rijd ik op die vieze A1, maar ik denk als ik daar straks aankom, het is zo ontzettend mooi. Dus ik probeer daar ook nog wel even wat mooie plaatjes van te schieten. Dan kan ik die ook nog in de vlog verwerken, want het is alweer de laatste dag. De draaidag zit erop vandaag. Ik heb niets van het huis gefilmd, want dat mag natuurlijk helemaal niet. Zou ik veel te veel verraden voor de uitzending. Maar het is een Lehman huis, dus bijzonder wordt het wel. Dat kan ik alvast verklappen. Mijn werkweek zit erop. Het is vrijdagmiddag, kijk, 5:05. En het weekend kan beginnen. Ik ben lekker vrij dit weekend. En ook mijn eerste vlogweek zit er nu op. Mijn allereerste vlog van een week. Misschien ook wel mijn laatste, dat hangt er waarschijnlijk een beetje vanaf wat jullie ervan gaan vinden. Dus laat het me maar weten. Maar be gentle. Fijn weekend allemaal.